even kijken, mijn ouders, mijn man en mijn kinderen. Jij was fanatiek? Ik zag er gaan, jongen. Ja. Maar heel lang niet toeteren. Nee, man. Nee, ik ook niet. Klaar mee. Nee. Aankleedscène. Nee, ja, nee. Zoenscène. Ik vind George Clooney gewoon heel aantrekkelijk. Ja, naakt niet. Brienne of Tarth. Robert Baratheon. En Euron Greyjoy. Dat is leuk. Vraag me niet van welke. Omdat je al heel hard hebt gewerkt, omdat je al geld genoeg hebt en omdat het visueel is buiten. En nice. Het is niet persoonlijk. Op een schoolplein in de Albert Heijn en op de verjaardag van je ouders. Moet je niet willen. En niet doen. Moet je niet willen. Ja, kaas op een leisteen. Dus zo'n plakje kaas op zo'n stuk leisteen. Dat je daar dan voor moet eten in een chique restaurant. Zo'n zwarte plak steen. Oh. Weet je wel? Ja. Ja, vind je, nee. Kaas op een leisteen? Ja, geitenkaas en pompoen. Oh, echt? En lam. En kummel. Komijn. Het gaat allemaal eten. Ja. Ik dacht spinnen. Oh ja, kan ook wel. Ja, muizen. Ik heb nog liever een rat dan een muis, volgens mij. Oh, nou. Ja, maar die zijn langzamer omdat ze dikker zijn. Dan kan je ze pakken, weet je. Ja, dan kan je nog mee communiceren, maar muizen is gewoon veel te snel. Mee communiceren? Hey, waar ga jij naartoe? Ja, maar goed, die kan nog luisteren, want die heeft een muis die, she don't care, weet je wel. Oh ja, zie je wel. Ik vind onzin, ik had veel meer op dat ding. Maar ik had gewoon beter antwoorden.